De mannen van Homa hebben alles geobsesseerd. Het zijn toch wel serieus dikke sneeuwvlokken. En mijn jas is kapot. Ik moet een nieuwe jas hebben. Vriendjes en vriendinnetjes, welkom op mijn YouTube kanaal. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Onderweg met Johan. Ik ben nu onderweg naar Vianen en dan gaan we laaien bij een bedrijf. En dat is even anders dan anders. Normaal laaien we stenen en tegels en noem het allemaal maar op, maar daar heeft dit helemaal niks mee te maken. Ik krijg hier een paar grote karren mee en die staan op wielen. En daarop liggen spullen, prefab spullen van luchtkanalen en installatieachtige iets. Ik heb voor dat bedrijf afgelopen jaar meerdere transporten verzorgd. En nu gaan we laaien voor Groningen. Daar ben ik ook al een paar keer eerder geweest. Het is nu vrijdag. We gaan nu voorlaaien. En dan gaan we maandag dan lossen. En dat ga ik ook laten zien. Nou, het is nu vrijdagmiddag. 2:30. Ik ben vanmorgen al twee keer van Utrecht naar Veenendaal geweest. Toen ik vanmorgen vertrok uit Veenendaal was er niks aan de hand. Ik kwam in Utrecht, toen begon het echt wel aardig te sneeuwen. Nou, ik heb daar een uur buiten staan laaien. Zeiken zijn dat alles nat en koud. Ja, toen maar hoort erbij. Je legt de spullen weer bij het kacheltje en een half uur, drie keer later is het weer redelijk droog en dan kom je weer verder. Veenendaal los ging prima, ik kom terug in Veenendaal, niks aan de hand. Was ook weer gewoon droog en schoon. En zoals je ziet hier in de berm, er ligt nog wel wat sneeuw van vanmorgen. Ik ging vanmorgen weer terug naar Utrecht. Sneeuw, jongen, daar. Dat zag er zo uit. Dit zijn serieuze witte buien. En dat gewoon in Nederland. Ik vind het altijd wel mooi, want ik vind het altijd wel wat hebben. Kijk, in de winter met dit weer, met sneeuw en ijs, dan houdt ons werk op. Want ja, als de zon van sneeuw ligt en ijs in de grond, dan gaat de straten maken, sneeuw aan het werk. Dus het houdt werk voor ons op. En dat vind ik eigenlijk altijd wel jammer. Want in het verleden heb ik veel buitenland gereden en veel in de sneeuw gezeten. Dat heeft wel wat. Je moet je rijstaal aanpassen. Een beetje glibberig laaien links en rechts, dat heeft gewoon wat. Ja. Je moet dan goed scherp en gefocust zijn en goed weten wat je doet. En, ja, vind ik gewoon uitdagend. Dus nu zijn we weer onderweg naar Vianen. Dus ik ben benieuwd hoe het daar eruit ziet. We rijden nu met Bunnik. Het is hier wel wit, maar wat gewoon gesneeuwd. Dus ik denk dat het ergens voorbij is. Hadden we twee speklapjes over bij het warm eten. Stukjes gesneden, een bakje gedaan, meegenomen. Dan zit ik nu lekker van te smullen. Lekker, man. Voor nieuwjaarsspot. Aangekomen bij Homa in Vianen. Hier krijg ik drie karren. Die gaan ze met heftruck vanaf de zijkant erin zetten. Dus ik ga de zijkant even openmaken en dan gaan we ze laaien. Nou, zoals je ziet, het is een heel gepiel
Maar ik moet die dingen goed vastzetten, anders dan gaan ze rijden onder het rijden. Rijden onder het rijden. En mijn jas is kapot. Dus Henk, als je kijkt. De mannen van Homai hebben alles geobserveerd. Homai hebben alles geobserveerd. Wat was dat? Nou, ik vind dat wel geprutsen om die dingen vast te zetten. Maar ja, je zit met die. Wielen, joh. Ik word te bang als ik die spanners aan ga spannen dat die kar gaat rijden. Dus. Dit waren ook andere karren als anders. Dus ik kreeg de band niet goed aan de onderkant vast, om het goed vast te zetten. Maar het is wel gelukt. Ik ga hem even dichtmaken en een bak koffie halen. Ik denk, ik ga nog even wachten. We hebben maandag een mooie schone auto. Echt waar, het is nog wat rustiger op de zaak. De hele week staan ze om 1 uur thuis met z'n tweeën. Die gozer daar. En die gozer daar. Nu is het vrijdagmiddag 5 uur en die staan er voor mijn neus in de wasstraat. George en Timmy. Echt waar, joh. Hey op! Hey op! Er wordt trouwens vanavond wel weer een latertje. Lampje kapot. Goedemorgen. Maandagochtend en we zijn onderweg naar Groningen. We hebben daar een afspraak om 7:30. Het is nu 7:15, dus we zijn mooi op tijd. Hebben jullie ook zo'n lekker weekend gehad? Mijn weekend was top! Zaterdagavond zijn we bij vrienden wezen eten. En die vrouw die had gewoon een rijsttafel gekookt voor 8 personen. Dat was lekker, jongen. Echt top. Marcella Verhoeks, alle credits voor jou. Nou, gisteren was de kraker Feyenoord Ajax. Ah, helaas blijven steken op 1-1. En als er een kans was om ze te pakken, was het gisteren wel. Maar ja, helaas weer niet gelukt. Het was wel een mooie klassieker. Niet qua mooi voetbal, maar wel, er zat strijd in, er zat passie in. Sterker door strijd. Nou, helaas niet gewonnen, maar gelukkig staan we nog wel boven ze in de competitie. Maar op de losplek, op de bouw, daar lopen we verkeersregelaars. En het is niet eens per se een hele grote bouw, maar ja, het is wel tegen het centrum aan. Of, het is wel midden in het centrum van Groningen. En het is best wel een drukke straat met fietsverkeer. Als wij er zijn om 7:30 valt het dan wel mee. Maar later, om 8:30 zeg maar, dan is het echt wel druk. Dus die mensen die houden het gewoon even een beetje in de gaten en ja, die regelen het verkeer. Maar die gasten hebben daar een eigen hokje. En die zetten daar verse koffie. En die koffie was de vorige keer lekker. Dus ik hoop dat ze nu ook weer een lekker bakje koffie hebben voor mij. Want deze keer, wat voorheen, ging ik daar 3 karren lossen en als ik leeg was, kon ik gelijk verder. Maar dit is de laatste vracht schijnbaar die erheen moet, dus er staan daar nog 3 lege karren. En die karren die ik heb, die gaan naar boven toe. En dan gaan ze leegmaken en dan komen ze weer leeg terug. En die moet ik ook weer mee retour nemen, dus we moeten sowieso wachten. Dus ik hoop dat ze een lekker bak koffie voor me hebben. Kijk, als je de navigatie instelt, dan word je zo gestuurd. De stad in. Kom hier vandaan. En dan word je zo gestuurd. En in principe kunnen we hier prima rijden hoor, met de auto. Met mijn trailer kom ik daar wel weg. Het is best smal hier over de grachten. Maar dat gaan we nou niet doen. Want, kijk. Ze hebben een omleidingsroute, een aanrijroute. Voor bouwverkeer ingesteld. Dus dat gaan we doen. Dus dan moeten we, als we eraan komen rijden, even kijken. Hierheen, daarheen. Deze weg omhoog zo. Bovenlangs, daarheen. Naar beneden. En dan volgen we deze weg zo. Dan komen we vanaf deze kant zo de stad in. Op de plek van bestemming. Nou, ik heb net de klant even gebeld. En ze verwachten me, dus ik kan in één keer doorkomen naar de bouw. En ik heb gelijk gevraagd of ik daar mag filmen.
Ik zal het even doen in goed overleg. Maar voor hem was het geen probleem. Maar hij moest het even overleggen met de uitvoerder van de bouw. Want ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die het niet willen. Dus ik ben benieuwd. We horen zo of we daar veel meer mogen afnemen. Nog meer vrachtwagens. Ik moet even eerst in de wachtstand. Nou, ik heb me net gemeld, maar het gaat nu even anders dan anders, want er staat nog een vrachtwagen. Die is ingepland op hetzelfde tijdstip. Niet heel handig, maar dat geeft niet. Kijk, die zijn snel aan het lossen. En ik kan hier blijven staan en ik zet met mijn kraan zelf even zo'n kar eraf. Als ze die kar alvast daarin kunnen rijden en dan kunnen ze alvast mee beginnen. Dat gaan we doen. Zo, de eerste is gelost. Nu wachten we even tot die auto leeg is. Die is bijna klaar. Haal ik vast de spanbanden eraf van die andere karren. En dan kan ik zo daar staan en dan gaan we de rest met de kraan lossen. Met die grote kraan. Zo'n mooi plekje waar ik sta hoor. Dat is wel jammer, want toen ik net aankwam rijden was hij helemaal rood. Verlicht. Nu niet meer. Workout in de ochtend. 9 spanbanden rollen. En die spanbanden doe ik altijd wel even ordenen. Alles maar even netjes. De spanners netjes links. Hier komen er straks nog een paar naast. Die heb ik nodig om die lege karren vast te zetten. Hier een rolfolietje. Voor als ik weer vast moet zetten onderweg. Hier wat schoonmaak en smeermiddelen. Alles netjes geordend. Daar hou ik wel van. Ik ga op zoek naar de koffie. Kijk eens hier. Verse koffie, heerlijk. Top adresje. Ik heb net wel wat leuks bedacht. Ik ga vragen of ik mijn GoPro onderkant van de kar mag plakken. Als die kar omhoog wordt gehesen de lucht in. Dat lijkt me wel gaaf. Ik krijg mooie beelden, denk ik. Super. What is on your mind? What is on your mind? What is on your mind? What is on your mind?
Groningen, de stad voor fietsers. Dit was Groningen. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik heb mijn best gedaan om mooie beelden te kunnen schieten. En ik moet zeggen, die mensen die daar werkten waren echt wel... Die mensen die voor het zeggen hadden waren echt wel meewerkend. Want ik vroeg, vinden jullie het goed als ik een GoPro aan de onderkant van die kar plak? Zodat we mooie beelden kunnen maken als die kar omhoog gaat. Oh, dat was helemaal geen probleem, joh. Dus, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Die kar die werd omhoog gehesen en gelijk in de portofoons. Hey Pietje. Er komt zo een kar omhoog en aan de onderkant hangt een GoPro. Zorg even dat die beneden komt. Nou ja, dat ding kwam weer naar beneden en die GoPro zat er aan vastgeklikt. Super geregeld. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken. Geef mij even een duimpje, dat vind ik wel leuk. En tot de volgende video. Doei!